Ah. Goedemorgen, goeiemiddag, goeieavond, wanneer je ook kijkt. In ieder geval, welkom weer bij een aflevering van Alfa Audio. Voor mij staat voor sommigen de welbekende... Alpha Audio Ultima Audio PC en dat is een soort ongoing project waarbij we gaan kijken welke componenten invloed kunnen hebben op het geluid. We hebben hem vanaf de basis opgebouwd, gewoon eerst het moederboard. Uh, toen gaan spelen, toen wat filtertjes erin, toen gaan spelen, uh, toen wat software tweaks en weer gaan spelen. En gek genoeg, ja, het blijven 1 en nullen, maar toch hoor je elke keer weer een verschil. Zowel de hardware als de software heeft een enorme impact op het geluid. Waarbij bijvoorbeeld de filters die we toen van Elf Fidelity hadden gebruikt, een behoorlijke sloot aan rust gaven in de weergave. De achtergrond werd wat zwarter, de details kwamen wat makkelijker naar boven. En ja, de muziek kreeg meer body mee. Laatst hebben we van JPlay een uh, netwerkkaart veranderd. de ...JCAT Femto uit mijn hoofd. Een netwerkkaart op basis ja, van een Intel uh, 350 kaart. Die is geen 435 euro... ...maar we zagen dat er behoorlijke modificaties aan de kaart waren gedaan. Ja, is het zijn geld waard? Wij hoorden een, ja, toch wel een behoorlijke wijziging in geluid. We hebben weer meer rust. En het is vooral de rust die elke keer weer terugkomt in onze verhalen... ...als we met computer audio aan de slag gaan. Nou, deze keer... De USB-kaart van JPLAY, de JCAT USB Femto, is dit. Ook 435 euro. Boel geld, klopt. Maar ook nu zien we weer behoorlijke wijzigingen. Uh, ja, het is natuurlijk in basis gewoon een USB-3-kaart. Daar kan je niet zo heel veel aan veranderen. Maar als we kijken naar de voeding, naar de klokking, ja, daar is toch wel weer behoorlijk gemodificeerd. Er zit bijvoorbeeld een hele, uh, hele mooie klok op. En JPLAY zelf zegt. Ja, de klok aan de USB-kant, aan de uh, DA-converter-kant is extreem belangrijk, immers we streamen asynchroon. Maar het blijkt dat ook de klok aan de USB-kant in de computer een behoorlijke impact kan hebben op het geluid. We hebben nog geen idee, we moeten het nog testen, we hebben hem nog niet beluisterd, want ja, ik heb hem hier in mijn hand. Dus inbouwen gaat even lastig. Maar er is verder ook heel veel gewijzigd aan de voeding. Ja, en daar kunnen we inmiddels van zeggen dat heeft zonder twijfel een impact op de weergave. Ook deze is extern te voeden, uh, bijvoorbeeld met een, uh, een S-booster. Je kan hem gewoon zo erin duwen en dan is die extern gevoed. Wij voeden onze L-Fidelity USB-kaart natuurlijk ook extern. En als je hem eruit trekt en je zet hem op intern, hoor je meteen een wijziging in body, in rust. Dus ja, dat heeft zeker een impact. Als we het verhaal van JP lezen, is het verschil ten opzichte van de vorige generatie dat nu alles. Via de gereguleerde voedingstrajecten loopt en niet langer grotendeels, maar een stukje niet. Dus alles loopt nu via de mooie afvlakking op de kaart. We gaan deze kaart vergelijken met zowel onze L Fidelity kaart, die belangen na geen 435 euro kost. En een SOTOM-kaart. Die hebben we in een andere computer zitten. Die gebruiken we al jaren. Dat is een USB-2-kaart. Dus dat is wel even belangrijk om te beseffen. Dit is een USB-3-kaart. De Elfidelity is een USB-2-kaart. En de SOTOM is ook een USB-2-kaart. En ja, waarom er USB-3 gebruikt is, vragen we ons ook. Af, want in principe heb je die bandbreedte niet nodig. Dit is 480, nee, niet 480 megabit. USB 3 is 5 gigabit per seconde. Misschien dat uh, Jplay er iets mee heeft gedaan. Want het heeft niet echt een voordeel om naar USB 3 te gaan. Want ja, je komt nooit aan die bandbreedte. En het schijnt dat USB 3 meer ruis genereert. Die impact heeft op de weergave van muziek. Dat is in ieder geval al een tip. Als je geen externe kaart hebt op. Aparte kaart. Ga dan naar USB 2 als je hem voor audio gebruikt, want het schijnt beter te klinken. Wij gaan hiermee door. De review vind je binnenkort op alfaaudio.nl. We bedanken u weer voor het kijken en tot de volgende keer.